Welkom allemaal bij een nieuw Visdeurbeljournaal. Geweldig dat je weer kijkt. Het is weer vrijdag en het is tijd om de vangst van deze week te gaan bekijken. Welke vissen zijn er langs gezwommen? Also, warm welcome to all my viewers outside of the Netherlands. I'm glad you're joining me again. I really enjoy the support you're giving me and all the interesting questions you're asking in the comments. Please keep asking those questions. I will try to answer them as much as possible. And every week I will choose at least one question to answer in a short video. Now I asked a question this week, whether I should present the Fish Doorbell news report in the Dutch or in the English language. The majority of you choose the Dutch language, so I will continue to do so. But then I think it's fair enough that you learn a word or two in the Dutch language. And we'll start with some very important words this week. The first word, of course, is visdeurbel, which is the Dutch word for fish doorbell. If you know this word, you will have a great conversation in Holland 99% of the time. The second word has a nice Dutch G in it. It is the word sluiswachter. And it's the Dutch word for boat lock operator, or literally translated boat lock guard. Now you have to put some pressure on the G. That is typically Dutch, the G. It is like you are getting ready to spit. And then you get the beautiful word sluiswachter. I can't wait to hear you pronounce this word. I will come up with some new words next week. For now, don't forget to switch on the subtitles. Het is een bijzondere maand. De afgelopen maand was de warmste maand maart ooit gemeten. En tegelijkertijd regent het ook heel veel. We zien dat de troebelheid weer toeneemt. Ik kan me goed voorstellen dat de vissen zelf ook een beetje in de war raken. Nou, gelukkig kwamen er nog een hoop vissen voorbij. We duiken er gelijk in. Nou, we begonnen deze week met het schoonmaken van de camera. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat dat gebeurt. Want onder deze omstandigheden vervuilt de lens snel. Nou, we hebben niet per se hele mooie beelden, maar toch zijn de nodige vissen voorbij gekomen. Eindelijk zie ik een aantal snoeken. Ik zei de vorige keer al dat ik ze een beetje miste. Het is soms wat lastig te zien, maar het langwerpige lichaam en de kenmerkende staart, je ziet er ook die vlekken op dat lichaam, nou, die laten echt zien dat dit snoeken zijn. Toch zien we nog steeds veel meer snoekbaarsen. Die kunnen hun geluk niet op in het troebele water. En ook overdag komen ze nog steeds geregeld voorbij. Nou, de paling heeft zich meerdere keren laten zien, vooral in de nachtweer. Zeker 3 keer heb ik ze voorbij zien komen. En ik moest erg lachen om de foto's die jullie toestuurden, waar je ineens 2 van die scharen in beeld ziet komen. Rivierkreeften en krabben hebben de camera ontdekt en ze lijken er af en toe een geintje mee uit te halen. En dat levert leuke beelden op. Nou, natuurlijk kwam de baars weer een paar keer voorbij. Hier zie je die mooie strepen weer. Het blijft een prachtige vis. Maar deze week leek vooral in het teken te staan van 2 vissoorten. De brasem, die nog steeds heel veel voorbij kwam en dit keer ook tot vlak voor de camera. En ik heb echt minstens 10 karpers voorbij de visdeurbel zien zwemmen. Vooral die grote schubben en die stevige bek met bekdraden, die zijn heel herkenbaar. Nou, over deze 2 vissoorten, deze bad boys of zware jongens, daar wil ik het deze week over hebben. De brasem en de karper. 2 imposante en prachtige vissoorten. Maar allebei hebben ze een slecht imago. En om dat beter te begrijpen, moeten we beter kennis met ze maken. Allereerst de brasem. Deze vrij platte en hooggebouwde vis domineert de wateren van Nederland. Ze leven in grote scholen, zowel wanneer ze jong zijn als wanneer het volwassen dieren zijn. En ze kunnen tot wel 80 centimeter groot worden. Echt enorme vissen. Het is een vrij algemene vissoort en ze houden van groot en open water. De levenswijze van de brasem wordt verraden door zijn bek. Als we inzoomen, dan zie je dat die bek een klein beetje naar beneden gericht is. Onderstandig noemen we dat. Zie je die dikke, stevige lippen? Die zijn gemaakt om door de bodem heen te vroeten. Als een soort stofzuigers gaan ze over de waterbodem heen. De bek kunnen ze een klein beetje uitschuiven en daarmee nemen ze hapjes van de bodem. Die hapjes filteren ze en daar halen ze wormpjes, muggenlarven en andere waterdiertjes uit. En zo voeden ze zichzelf.
Daarmee zijn het ook hele belangrijke vissen voor ons water. Het zijn een soort stofzuigers, de opruimers van de waterbodem. En in de voedselrijke en kale bodems van de Nederlandse wateren kunnen zij hun geluk niet op. Nou, de karper ziet er anders uit dan de brazen, maar toch hebben ze veel gelijkenissen. Ook de karper heeft die grote stevige lippen, die bek die gemaakt is om door de bodem te vroeten. Ze hebben zelfs bekdraden die gevoelig zijn waarmee ze nog beter hun voedsel in de bodem kunnen vinden. Ook zij nemen hapjes van die bodem en filteren daar hun voedsel uit. Karpers leven juist solitair, dat betekent dat ze vaak alleen leven. En ze kunnen tot wel een meter of zelfs 1,20 meter lang worden. Enorme vissen. En juist hun levenswijze maakt dat ze hun slecht imago hebben gekregen. Want elk hapje bodem wat ze nemen, brengt een stofwolkje in de waterkolom. Heel veel brazems en heel veel karpers betekent heel veel stofwolkjes en dat maakt het water troebel. En in troebel water kunnen waterplanten zich maar slecht ontwikkelen. Sportvisserij Nederland heeft dit ooit mooi verbeeld door de toestand van het water uit te drukken in viswatertypen. Wat hierin opvalt, is dat het troebele water vooral gedomineerd wordt door brazem en karper. Terwijl het heldere en plantenrijke water gedomineerd wordt door heel veel verschillende vissoorten en ook heel veel andere waterdiertjes zoals waterinsecten. Tegelijk laat het plaatje zien dat het imago van de karper en de brazem niet geheel terecht is. Ja, het zijn bodemwoelende vissen die lokaal het water wat troebelig kunnen maken. Maar er zijn veel meer zaken die het water troebel kunnen maken. En de belangrijkste daarvan is dat er te veel nutriënten, dat zijn voedingsstoffen, in het water zitten. Daarnaast missen veel wateren ondiepe oevers met een geleidelijke overgang van diep naar ondiep water. Daar waar waterplanten goed kunnen groeien. Het is dus eigenlijk een kip-ei of vis-ei verhaal. Wordt het water troebel door brazems en karpers? Of gedijen deze vissen gewoon heel goed in troebel water? Uiteindelijk zijn de brazem en de karper twee prachtige vissen die thuis horen in onze Hollandse wateren. Met het verbeteren van de waterkwaliteit, waarbij het water helderder wordt en meer waterplanten komen, zullen de aantallen van deze vissen op sommige plekken afnemen. Maar deze zware jongens zullen altijd onderdeel blijven van onze prachtige Hollandse delta. En daar mogen we trots op zijn. En dan is het tijd voor de visvoorspelling van deze week. Nou, het patroon van vorige week lijkt zich te herhalen. Morgen, zaterdag, wordt het vrij lekker weer met temperaturen tot wel 24 graden. Maar daarna keldert die temperatuur naar beneden. En dinsdag is het nog maar 12 graden. Nou, die forse afname in de temperatuur betekent doorgaans ook een afname in de activiteit van vissen. Ik verwacht dus vooral komend weekend heel veel vissen te zien en door de week zal dit wat afnemen. In Nederland gaat de zon op om ongeveer 6:50 deze week. En juist die eerste 2 uur in de ochtend, daarin zien we dat vissen extra actief zijn. Kijken dus. Dit was het Visserbelsjournaal van deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van alle beelden van de afgelopen week. En dat je het leuk vond om kennis te maken met de brazem en de karper. Volgende week vrijdag zijn we weer terug met een nieuw Visserbelsjournaal. En ik hoop je dan weer te zien. Thank you for watching the Fish Doorbell News Report. I hope you enjoyed watching all the fish videos and learning more about freshwater bream and carp. Next week, Friday, we'll be back with another Fish Doorbell News Report, and I hope to see you then.